Ga je strijken? Voor het Philips Stadion. Ik ben zo blij. Eindhoven, we love you. Ja, precies. Groetjes aan je kindje. Blijven schrijven. Ja, daar sta ik weer met mijn konijntje. Oh ja. Goed, ik moest eventjes zeggen, welkom op mijn vlog, de 8e alweer. En ja, ik heb weer van alles voor jullie in petto, dus stay tuned. Goed, maar ik zal eerst het concept nog eens uitleggen, hè, as always. Ik heb twee dichtbundels geschreven. Een kunst zonder besef en als klap op de vuurpijl. En het is de bedoeling dat ik elke vlog een gedicht voorlees uit elke bundel. En welk gedicht uit elke bundel hangt af van het getal dat ik mijn zoontje Sean, die hierboven in zijn slaapkamer zit, meestal, lees altijd, laat kiezen. Nou, stel hij kiest pagina 16, nou, dan lees ik het gedicht voor dat in deze bundel op pagina 16 staat. En hetzelfde geldt uiteraard voor de anderen. Goed, dus nu moet ik gewoon eventjes aan Sean gaan vragen om een nummer te kiezen. Een nummer tussen 12 en 71. Sean, kom er eens bij, man. Ja. Zeg eens een getal tussen 12 en 71. 40. Ah, zoals UB40. Ja. I got you, babe. Mwah. Doe nou wel! Goed, we zullen eens beginnen met het gedicht dat op pagina 40 staat van Een kunst zonder besef. Op sleeptouw. Gedwee gaf ik me over aan een passionele belangstelling in haar wederwaardigheden. Stemde ik mijn gecamoufleerde tranen af op het hulpse ritme van haar blijmoedigheid? En gooide ik mijn lot te grabbel tussen de scharnieren van haar onuitputtelijke inspiratie. Blijf de weg volgen. Ja. We zijn in Eindhoven, hoor, beste mensen. En we zijn op weg naar de Frederiklaan. Waar het Philips Stadion al heel lang staat. Een PSV. Ja, dat is het centrum, toch? We zijn nu in het centrum van Eindhoven. En volgens mijn vriend Mathieu zijn we binnen een minuut of zo. Hangt natuurlijk af van het stoplicht. Bij het stadion van PSV. Die zijn we dus, hè? Ja, Mathieu zegt dat hij me morgen zal komen halen. Ik ben echt onder de indruk en ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar voor ons staat dus het Philips Stadion. Het is het dus, hè? Jawel, dames en heren. Het Mekka van het Nederlandse voetbal. Het stadion van PSV. De bestemming bevindt zich rechts. Ja, onze bestemming is dus nu bereikt. Moet je dit zien, man. Dit is dus het Philips Stadion. Jawel. Van dichtbij. Ja. De 12e man. Ja, dat kun je mij wel noemen, denk ik. Goh, wat cool. PSV. Daar ben ik dan. Eindelijk. Na al die jaren. Een supporter in hart en nieren. Ja. En vandaag is het stadion dicht, maar dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Dat ik dit nog mag meemaken op mijn oude leeftijd. Het stadion van PSV. Dit is dus echt coole shit. Ik zeg het maar. What the fuck? Bam, we staan er, jongen. Het Philips Stadion. Dat ik dat nog mag meemaken. Dat is natuurlijk echt
echt wel cool. Nou ja, oké. Okay. Echt op zitten ze. Het Philips Stadion. Dames en heren. Heb ik dus nu zelf... beleefd. Ja, dit is dus Frits Philips. Jullie wel bekend natuurlijk. En dit is gewoon weg het stadion. Het stadion van PSV. Ja, mooi hè. Mooi. Ja, nu zijn we hier in het Walhalla van PSV hoor. Vind ik wel. Kom mee. Goed, nu sta ik hier met... Kom mee. Ja, we gaan even mee, want er moet nog geld worden gestoken in een meter. Maar ik sta hier dus echt, dames en heren. Jawel. Het Philips Stadion. Eindhoven, we love you. Toch, Mathieu? Kijk eens, dat stadion, hoe groot en hoe imposant. Kan je stijgen? Voor het Philips Stadion. Ik ben zo blij. Eindhoven, we love you. Ja, precies. Goedjes aan je kindje. Ja, dat was het. Net als vorige week weer een fragment voorlezen uit mijn novelle Modder en Glitters. Vorige week heb ik, aangezien toen het getal 30 was, hoofdstuk 30 voorgelezen uit dit manuscript. En dit keer is het getal 40. Maar ja, mijn novelle telt maar 37 hoofdstukken. Dus, weet je wat? Ik lees gewoon pagina 40 voor. Net zo makkelijk, toch? Oei, pagina 40 is maar een heel klein stukje. Dus als jullie het niet erg vinden, lees ik pagina 39 en 40 voor. Komt ie hoor. Zoals eerder aangehaald, waardeerden haar ouders mijn hoffelijkheid echter enorm.
dat mijn spijkerbroek een veelvoud aan gaten vertoonde en op de rest van mijn kloffie tot op de draad was versleten, deed daar geen sikkepit van af. Totdat Margot, die zich dus al de hele tijd geel en groen had geërgerd aan yours truly, met subliem geveins de onschuld verkondigde dat er niks anders op zat dan mij te laten blijven logeren. Ik beschikte, nat achter de oren als ik was, tenslotte nog niet over eigen vervoer en had de laatste trein naar Antwerpen, die om 11:30, waarschijnlijk reeds gemist. De animo van Margot's ouders maakte in één ruk plaats voor een klassieke Griekse tragedie. Haar moeder werd lijkbleek en ging zachtjes jammeren en kreunen, terwijl haar vader met een vuurrode kop vloekte. Tot de man een schichtige blik op zijn duikershorloge wierp. 11:20. In mijn auto! Brulde hij met overslaande stem, zijn wijsvinger rigoureus naar de voordeur priemend. Ofschoon dit legercommando enkel voor mij was bestemd, ging niet alleen ik, maar ook Margot ogenblikkelijk op de achterbank van zijn zilveren Peugeot 406 zitten. Ik heb even overwogen voorin plaats te nemen. Niet achter het stuur uiteraard, nog op de passagierszetel. Al bij al net te link. Voor hetzelfde geld was pa lief van plan me onderweg een oor af te bijten of zo. 5 minuten later stonden we reeds voor het station Brussel Centraal. Ja, het kunst- en vliegwerk dat haar vader aan de dag had gelegd om ons door de verkeerschaos van de hoofdstad heen te loodsen, mocht op zijn minst memorabel worden genoemd. Vandaar dat ik de brave borst cordiaal voor de lift heb bedankt, hem weer voorbeeldig de hand schuddend. Tegelijk werd ik gewaar dat Margot verbolgen haar middelvinger naar me uitstak. Dan maar geen afscheidskus, wat kon mij het schelen? Alhoewel, om eerlijk te zijn had ik haar dolgraag nog eventjes gezoend. Ik troostte mezelf met de gedachte dat het, met haar vader voorin, sowieso een te precaire onderneming zou zijn geweest haar een tong te draaien. Het tweede gedicht van deze vlog komt uiteraard weer uit als klap op de vuurpijl, pagina 40, beste mensen. Blader. Ja, daar ben ik niet zo goed in, hè. We zijn er bijna, hoor, mensen. Ja. Hoeders. Koeienbellen. Gekalver. Wijzigt. De weg vla, keizerlijk geplooid. Draagstof herrezen uit de natte hop van het ochtendkoor. Moeders, hoeren, hoeders tussen maïs en elektriciteit. Zonder grind of kern, bij de gemeden in dit bosland. Oh ja, John! Ja? Ken jij Saddam Hussein? Ja, die dictator van Irak. Inderdaad! Weet je dat ik die een paar maanden geleden heb proberen op te bellen? En is het gelukt? Nee, niet echt. Waarom niet? Gewoon opgehangen. Hey, luikjes. Weet je wat? We gaan nog eens een prankvideo uithalen. Ik ga gewoon een willekeurig nummer in België vormen. En dan die man of die vrouw die opneemt, ga ik een beetje voor de gek houden. Dus eventjes kijken. Oh, wacht. Oh, een nummertje. Oké, eens even kijken. Oké. Dat is benieuwd. Nou, dat we natuurlijk wel op luidspreker zetten. Hallo, goeiedag. Hallo, Lisbeth. Hallo, met wie spreek ik? Versmessen. Met wie spreek ik? Versmessen. Versmessen? Versmessen, ja. Oh, versmissen. U spreekt met Zegere Wijts. Uit de Lierse Steenweg. Ken ik jou? Nou, meneer, ik...
niet voor u. Ja, ik bel eigenlijk voor Saskia. Saskia? Saskia. Maar ik ken er niet meer Saskia. Oh, sorry meneer. Nee, ik ben abuis. Dat is Vlaams, toch? Nee, sorry, ik bel niet voor Saskia, ik bel voor Elvira. Maar Elvira? Ja, Elvira. Zou ik die mogen spreken? Helemaal niet in een Elvira. Oh, sorry, nee, ik vergis me. Ik bedoel Monique. Wanneer? Sandra bedoel ik dan. Ik bedoel Sabine. Wanneer? Wendy dan. Ja, maar meneer, woont daar een meisje bij u thuis of niet? Ja, bij ons, ja. Ah, en hoe noemt dat meisje? Cynthia, zou ik Cynthia mogen spreken dan, meneer? Mag dat? Ik heb een dochter. Ja, ah wel ja. Mag ik alsjeblieft met Cynthia spreken? Zou dat kunnen? Oh, meneer. Weet wat je kunt? Wat kan ik? Je kunt mijn kleuren zien. Pardon? Oh, meneer, wat zegt u nu? Oei. Nou, dat ging lekker mis. Nou ja, dat is toch een leuk gesprek. Toppie! Oh ja, en vergeet niet te abonneren en een blauw duimpje achter te laten.